Alleen ons huisje is even ergens anders op een andere server. Ja, en het ziet er wat anders uit. En het ziet er ietsje anders uit. Denk je dat we daarmee wegkomen met zo'n korte uitleg? Ik denk het niet. Vrees ik. Nou, aan de andere kant vraag ik me wel eens af hoe goed mensen opletten, eigenlijk. Misschien merken ze het niet eens. Ik denk als ik niks zeg... Ik zag al comments, ga een keertje naar het huis van Sam. Dus. Terwijl we op die andere server zaten. Ja, inderdaad. Dus mensen letten eigenlijk gewoon niet op. Misschien zeggen we dan gewoon niks. Mensen zullen niet doorhebben dat we op een totaal andere server nu verder gaan met de Tekkit serie. Oké. Ik sta in ieder geval bij mijn eigen huisje. Ja, kom dan even bij ons huisje. Ja? Geen ring meenemen. Geen ring? Waarom niet? Hij is geweldig. Ja, maar die ring, die moet je niet hebben hierin. Waarom niet? It's my precious. I love my ring. I love my ring. Anderwin zei al terecht dat mijn huisje een beetje een zootje was. Ja, ik. Eigenlijk zegt hij daarmee dat Sam zijn werk een zootje is. Oh. Dus wat, ik heb wat, gezegd... Wat ik heb gedaan is eigenlijk de workbenches en de ovens heb ik neergezet. En ik geloof de electric furnace en de condenser heb ik neergezet. Voor de rest heb ik niks gedaan in mijn eigen huis. Oh, oké. Ook die geweldige turbines, dat was ook Sam's idee. Hij had het idee dat windenergie het meest stabiele was. Nee. Ik geloof dat het precies het tegenovergestelde is het niet? Nou, windenergie is wel stabiel, alleen niet constant. Dus dat is wel het nadeel. Als je zonne-energie hebt, dat is zeg maar alleen dagelijks. Dus dan is de bedoeling dat we gaan slapen in de nacht en dat echt zeg maar constant zo wordt. Ja. Yeah. En nou ja, dat is wel het meest constant. Maar bijvoorbeeld als je windenergie gebruikt, dan moet je dat eigenlijk al combineren met zonne-energie. Want anders lukt het gewoon niet. Daar kom je niet mee rond. Dus ik denk dat ik dat platform maar een keertje weg moet halen binnenkort. Maar goed, dat is voor een ander probleem. Het voordeel is dat ik nu wel een ring heb. En ik denk dat jullie daar wel een beetje jaloers op zijn, of niet? Kijk eens. Hi. In die andere server heb ik full quantum armor en een klein ring dus. Quantum armor? Ik heb dat iemand in de comments horen zeggen. Wat is dat? Wat doet quantum armor? Quantum armor, de helm die zorgt ervoor dat je onder water kan ademen. En de body die zorgt ervoor dat je geen schade doet. Dus dan krijg je geen schade. De boots die zorgen ervoor dat je health, zeg maar je hungerbar gaat niet verder omlaag dan 1. Okay. En je kan zeg maar heel snel sprinten en heel hoog springen. Oeh. En de leggings die zorgen voor het snelle sprinten en de boots die zorgen voor geen falling damage en hoog springen. Wauw. Dat is quantum armor. En als je dat combineert met die ring die jij daar nu hebt en een omega. Als je daarmee op monsters aanvalt, dan schiet die de lucht in. Dat is zeg maar een soort van tornado die ze. En als je dat gebruikt als het regent op monsters, dan komt er een bliksemschicht. Oeh! Oké, dat zal ik eens onthouden. Ja, ik. Maar normaal hou je hem niet beter natuurlijk. Als je die ring combineert met quantum armor, dan ben je zeg maar een soort van creative mode. Een zelfgemaakte legale cheat. Ja. Eigenlijk. Ja. Dan zit je gewoon in creative. Oh, sorry. Wie zet er nou PvP aan? Nou, ik heb huisje hadden aan. Hadden we in de serie al besloten wat we gingen maken voor iets? Nee, dat vroegen we in de laatste episode. Oh ja, dat konden mensen in de comments zetten, hè? Ja. Heb ik daarna gekeken? Niet echt, hè? Nee, Quantum Armor, dat had je gelezen. Ja, Quantum Armor had ik gelezen, inderdaad. Ik heb, gelezen een boelsfabriek heb ik gelezen, Quantum Armor. Een heleboel die wouden dat we een nucleaire fabriek gingen bouwen. Oeh. Ja, die wou jij ook hebben, hè? Ja, nuclear. Even kijken hoor, ik kan natuurlijk gewoon de comments bekijken. Laatste aflevering was Pijpie. En het heeft helemaal niks te maken met de episode. Nee. Nou ja, ik zei het één keer. Toen je die dingen aan het aanleggen was, zei ik pijpie. Een quarry, een koekjesfabriek.
diamondfabriek, koekjesfabriek, een quantum suit, een broodjesfabriek, taartenfabriek, update je texture pack, cakefabriek, diamondfabriek, solar panelfabriek. Oeh, dat is moeilijk. Dat heb ik al geprobeerd op de server, zeg maar op die server van mij, met Omega. En daar hebben we hem nu gemaakt. Het enige nadeel is dat je het echt per seconde moet gaan timen. En dat is echt heel veel werk. Jezus. Ik denk dat ik dan het liefst voor de kerncentrale ga. Is dat niet het coolst? En het gevaarlijkst ook? Ja, dat is wel het coolst en het gevaarlijkst. Maar we moeten wel weten waar we de energie voor gebruiken, dus... Als we dat gaan maken, moeten we wel de energie niet alleen maar opslaan bijvoorbeeld, maar ook ergens voor gebruiken. Want anders heb je er niks aan aan de kernfabriek. Omdat dit nu de server is waar iedereen op zit, dan maken wij de kerncentrale voor iedereen. Iedereen de energie bij ons halen. Dan zorgen wij voor de energie en dan kan de rest daar gebruik van maken. Ja, wij How worden, about that? Wij een kleine vergoeding. Wij worden een soort van energiebedrijf. Oké. Okay. Eneco, wat? Yes. Eneco. Dat zou ook wel een hele coole naam moeten hebben, inderdaad. Dan zouden we die energie ook moeten gebruiken voor bijvoorbeeld Goris. Want de Goris gaan dan super snel. Oeh. Maar daar is vast wel een zoveel stappenplan voor een kerncentrale. Waar begin je met een kerncentrale? Nou, eerst moet je een bunker maken voordat je een kerncentrale maakt. Nou, dat wordt dan de berg. Ja, dan moeten we zeg maar, dan moeten we een vulkaan vinden en vulkaansteen gaan gebruiken daarvoor. Oké, nou dan gaan we op zoek naar een vulkaan. Ik kan vliegen. Ik kan denk ik best wel snel een vulkaan vinden. Wat moet ik dan met die vulkaan doen? Dan moeten we die vulkaansteen gaan minen en daarvan kunnen we een bunker maken. Want kan ik vulkaansteen minen met een iron pickaxe? Ja. Oké. Al met een stone pickaxe. Ik ga dat ook aan zoeken. Zijn we al begonnen trouwens, Jim? Ja, ik had hem al. Ja, ik zet hem dan gewoon aan. Op zich was het uitleg toen jullie zeiden van dat merken ze toch niet. Dat was een beetje het begin. Oh, Ik weet je wat? Ik accepteer het. Want inderdaad waren er ook twee comments van ga eens bij Sam kijken. Dus mensen, niet iedereen heeft door dat we op een andere server waren. Ja, het is ook zo fijn dat Jim altijd zegt wanneer we gaan beginnen. Ik zeg dat expres niet. Ja. Dat is best wel vervelend. Wat is dit? Rubber ik ben nog steeds niet zo van de intro. Ik heb nog steeds niet... Ik geloof dat ik nou al meer dan 250 filmpjes heb. Ik heb nog steeds geen vaste intro. Nee, dat wordt eens tijd. Ja, ik ben bang van wel. Ik was een grote aanhanger van helemaal nooit een intro hebben, maar... Het is toch, zeker als hij met andere mensen werkt, wilde ik zeggen. Als hij met andere mensen gaat recorden, vinden anderen het ook wel fijn dat ze weten wanneer jouw intro begint. Ja, net als nu. Het is fijn om te weten wanneer jij begint, zeg maar. Anders is het wel vervelend. Ja, precies. Nou, aan die kant waar ik heen liep, daar ook. Er zit geen vulkaan, dus we moeten denk die kant op. Oh, dat was een toortje. Hoeveel moet ik minen? Het is de bedoeling dat we er een bunker van kunnen maken, dus best wel veel. Veel. Ja. Nou, mijn inventory is verder leeg. Ik weet dat Sam ergens een vulkaan had. Daar haalt hij zijn lava vandaan. Ja, maar wij hebben dus de vulkaansteen nodig en niet de lava. En hoe heet dat ook alweer? Basalt. Basalt, juist. Basalt. Maar wij gaan even science maken bij onze opslag. Kom dat toch al? Ja, maar gewoon wat hierin zit. De chest onderverdelen. Dan ga ik ondertussen even zoeken. Het is donker, het wordt donker. Ja, ik niet slapen. Kunnen we slapen of zijn er mensen op de server? Zijn mensen op de server? Sam is er ook. Kijk eens, die staat een hele grote tree hut. Jesus Christ. Dat was die van Gelro, geloof ik. Ik ga eens even wat minen, kijken of er... Ik heb hier al lava, maar dat is geen vulkaan. Hier hebben we sneeuw. Oeh, zo. Wauw. Dankjewel. Oh, het wordt ineens licht. Ja. Dankjewel. Oeh.
Zijn die vulkanen zeldzaam? Of? Redelijk zeldzaam. Oh, ik ben dood. Duncan, Jesus. Hij is fijn. Moet je mijn ring hebben, hè? Zo dan. Ja, met die ring heb je geen falling damage. Wat is dit? Dit is heel zwart. Heel zwart. Waarom is dit heel zwart? Jezus. Dit ziet er een beetje raar uit. Ik denk dat dit een vulkaan is, gok ik. Ja. Ja, ik heb een vulkaan. Ha. Alright. Gewoon maar bikken dan, hè? Ja. Oh, dat is nog vrij snel te mijnen ook. Oké. Okay. Ja, een soort cobblestone, zo snel gaat het. Ja. Je hebt trouwens die bomen, die berg wel lekker volgens met bomen, hè? Ja, ik heb er nog extra geplant. Door die brand van Dennis met zijn laser dinges. Was een hele kant was helemaal kaal gefikt. Dus ik heb dat een beetje teruggeplant. Ik vind het wel leuk dat we in onze serie altijd gewoon over andere mensen hebben. En nooit eindelijk over een bepaald onderwerp. Nou ja, bij deze server is dat niet zo raar. Omdat wie zitten hier allemaal? Een stuk of 5, 6 anderen of zo? Ja, ah, ik heb wel meer. Dennis. Yep. Boyd. Roman. Yep. Andrew. Rus. Andrew. Gelro, ook van KSTVO. Jessica, die zit een beetje bij Roman en bij Dennis, geloof ik, in het in dit huisje. Ja. En Gelro, die heeft die hele grote boomhut. Ja. Dinges. En Sam natuurlijk. Sam en Rens. En Ward. Sam en Tendonsi of zo. Oh ja, die naam heb ik een keer gezien. Ik weet niet wie dat is. Maar dat is gewoon mijn vriend van Sam. Dat is gewoon een vriend van Sam. Oké, dat is niet iemand die we dan van een serie kennen of zo. Of misschien wel. Nou, de meeste is gewoon YouTubers en van Chaos die hierin zitten. Vrienden en familie. Nou ja, familie. Vrienden. Vrienden van. Ja, YouTube-vrienden. YouTube-vrienden. YouTube-kennissen. Ja. Kennissen, YouTube, oh. Interessant. Ja. Als je over nadenken, dan is het best wel apart dat je zo mensen eigenlijk kan leren kennen. Ja, je leert, ja. Dat is apart. Nou, maar mijn toch. Skype is inderdaad al een behoorlijke lijst geworden. Ah, dan heb je de mijne nog niet gezien. Ik heb meer dan 500 contacten. Ja, dat begin ik echt niet aan. Ik doe expres heel weinig mensen accepten in mijn Skype, want ik weet dan gewoon op een gegeven moment niet meer wie dat is. En dat vind ik heel sneu. Dus dan maar helemaal niet in mijn lijst. Hoeveel heb ik er nou al? Ik heb nog maar 2 stacks. Dat is niet heel veel, hè? Nee, voor een bunker niet. We moeten echt een grote bunker maken met water en nucleaire dingen. Ik weet wel waar we hem kunnen bouwen. Er zit hier zo'n soort schiereiland. Ja, ik moet eerst uit deze cave weten te komen, want anders ben ik dood. Dat is zo zeg maar bij het huis dichtbij en dan loop je gewoon naar het water toe, zeg maar. Is dat veilig? Ja. Het is wel van afstand van alle huizen. Ik heb zo'n kernontploffing gezien en dat is best een groot krater. Ja, als we er basalt omheen zetten, dan gebeurt er in principe niks. Basalt is ook, dat heb ik van Joxcast. Basalt is explosie dempend. Ja, anti-explosie. Het is net zoiets als Obsidian, alleen bij Obsidian werkt het niet helemaal goed. Daarom hebben ze maar basalt uitgevonden. Ja. En daar is Dennis. Dag Dennis. Wauw, wat een mooi poppetje teken ik toch weer. Ja, plus min, dubbele punt. Staat je toetsenbord verkeerde taal? Ja, altijd joh. Dit is Goddammit. Nou zit ik weer helemaal ingezoomd op controle. Oh. Gaat lekker, yay! Oké. Zo. Ik denk dat het eilandje wel een goed idee is voor een... Ja, waar zit dat eilandje? Is niet altijd op een eilandje? Laat zien, Duncan. Waar zit hij? Ik kan niet rennen hoor, ik... Nee, ik loop mee. Ik loop rustig mee met jou. Nee, kijk maar op je minimap, hoe dat eruit ziet. Zo. Kom er zo meteen bij een oceaan uit, joh. Auw! Hoeveel heb ik er nu? 3 stacks. Ja. Wauw, dit duurt heel lang. Dit is alleen geen eiland. Schiereiland, zei hij toch? Ja. Op zich is dat
good enough. Wat zie ik daar nou in de verte? Skeletoni. Ik zie een... Hier zit een Enderman. What the fuck? Iemand kijk die Enderman ziet... aan, maar hij haalt me niet aan. Wat is dat? Ja. Oh, ik denk dat dit de vulkaan is die Sam heeft gebruikt voor zijn lava. Staat hier op iets opgebouwd? Een ding. Dit is een pompding. Dat valt me aan. Hier zit dan nog wat... Oké, en wat zit er? Oh, dit is een world anchor. Ah, ja. Dit is zijn pomp. Dit is zijn lavapomp. Oké, dan blijf ik daar maar even uit de buurt. Ja, dat is de world anchor. Ja. Dus dat is zijn lavapomp. Zo. Good lord. Oké, dus wij gaan hier een energiefabriek maken. Mijn pickaxe is kapot, daar heb ik geen rekening mee gehouden. Oké, dan gaan we... Ik kom alvast weer even terugvliegen. Ik heb... 3,5 stack. We gaan het opvullen of gaan het weghalen? We gaan het... Ik ga deze laag wel even weghalen. Ik haal even mijn shovel op. Every day I'm shoveling. Stomme kutnummer. Ik weet niet eens waar het origineel van is. Van een shovel. Ik ben het in heel veel YouTube filmpjes tegengekomen. Every day I'm shoveling. Ja. Ach ja. Hey, Kieper. Het zijn niet echt vulkanen. Ze zijn vrij plat. Ik had echt wel een hele grote berg verwacht, maar dat valt wel mee. Dus ik ga eigenlijk gewoon een beetje een scheur in de wereld. Dat verschilt per vulkaan. Ja, want die van Sam die is inderdaad wat hoger. Waar die zijn suction ding in heb gezet. Ja. De wereld laat een beetje langzaam. Waar ben ik nu? 300 meter van home. Oh ja, oil. Is dat belangrijk? Of is dat voor ons niet meer belangrijk? Nou, het is niet belangrijk voor onze nucleaire reactie, als je dat soms dacht. Nee, hè? Nee. Oh, we gaan nu een mega nucleaire reactor maken. Oh dear. Heb je er eigenlijk allemaal voor nodig? Heel veel, wat het eigenlijk al wel zegt. Buizen hebben we nodig, water, koelcels en natuurlijk van... De andere kant hier zo. We moeten heel veel uranium hebben. Uranium, ik heb er 4 of... Nee, niet. Ik heb er maar 1 geloof ik in mijn chest. Maar wij hebben er 7. Hadden jullie een voorraadkist? Ja, we hebben een voorraadruimte helemaal gemaakt. Ja, we hebben een voorraadruimte. Hier. Dan kan ik daar die basalt alvast in mieteren. Hier is onze voorraadruimte. Wat is een mooie kist voor Bessel? Deze maar. Maakt niet uit. En dan maak ik even een nieuwe... hoe noemen ze een ding? Pickaxe. Wat is nou het meest duurzame materiaal voor een pickaxe? Is dat diamond? Ja, die gaat het langs mee. Die gaat het langs mee? Oké, dan maak ik denk ik 2 diamond pickaxes. Of is dat erg zonde om te doen? Nou ja, je hebt al een condenser daar staan, dus... En... Nee, het is niet erg zonde. Pop op mij. Je kan dat doen. Dan ga ik dat gewoon doen.